het werken met de microbits. Wat hebben we daarvoor nodig? De microbits, de batterijhouder en het kleine USB-kabeltje. En uiteraard je eigen laptop. Wat gaan we doen? We gaan hem nu aansluiten. Aan de achterkant vind je hier een aansluitmogelijkheid voor de batterij, die witte. En een aansluitpunt voor de USB-kabel. En in het midden zie je een knopje zitten. Die hebben we niet nodig. Aansluiten van deze. Kijk even goed, er zit namelijk een nokje in. Dus je sluit hem aan. Dat gaat op deze manier. En dan gaat de microbit, die doet het dan. Het kan zijn dat hij lichtjes geeft, maar ik had al een programmaatje opgedraaid. Dus dan geeft hij dat lichtje niet. De USB gaat in je laptop en gaat bovenin. Kijk even goed naar de richting. Hij gaat hier bovenin erin. En er gaat een lichtje branden aan de achterkant. Hier zie je een lampje branden. Dan is het heel goed. Dan gaat hij het ook doen. Wat we nu moeten doen is gaan naar het programma gaan. En het programma wat we gebruiken is MakeCode. Dus het programma wat we gebruiken is MakeCode. Dit is het programma MakeCode. Dat kun je gewoon intikken in Google. MakeCode. En dan kun je een project starten. Bijvoorbeeld een nieuw project. Dan krijg je een compleet leeg scherm. Niet helemaal leeg, want je ziet hier bij opstarten en de hele tijd. Deze twee blokken die mag je weggooien. En dat doe je gewoon door ze hierheen te schuiven en dan zijn ze weg. Wij gaan namelijk een andere invoer gebruiken. Dus dan drukken we op invoer en dan zetten we hier wanneer knop A wordt ingedrukt. Nou, die A die kan je veranderen in een B bijvoorbeeld. Dus dan wordt knop B ingedrukt. Welke knoppen zijn dat? Dat zijn hier knop A en knop B. Dus ik gebruik nu even knop A. Dan ga ik bijvoorbeeld lichtjes pakken en ik doe die lichtjes daarin en ik maak daar even een vinkje van. Daar is het vinkje. En als ik dit programma nou heb, dan moet ik dat uiteraard gaan opslaan. En dat opslaan, dat doe ik als volgt. Zonder titel. Ja, dat is een beetje een rare titel. Dus ik maak er even van vinkje. Ik heb er al een keer eentje gemaakt, dus ik moet hem even vinkje B noemen. Die ga ik opslaan. En dat heb ik nu gedaan. En je ziet dat hier iets ontstaat in het scherm. Daar zie je namelijk het programmaatje eigenlijk dat hij gedownload wordt. Want je bent online bezig. Dat is helemaal niet erg. Hoe kan ik dat nou op de microbit krijgen? Dan ga je naar je verkenner. Het mapje onderin. En op dat moment ga ik naar downloads. En bij downloads zie ik hier vinkje B zie ik staan. Zie je, ik had hier nog een ander programmaatje gemaakt, maar er ging even iets mis. Dus ik wilde deze hebben. En dit programmaatje schuif ik nu op de microbits. Op deze manier. En wat zie je dan gebeuren? Je ziet in het scherm dat hij aan het kopiëren is. En op de microbit zie je dat er een lampje gaat knipperen. Nou, als dat gebeurd is en klaar is, is je microbit eigenlijk klaar. We hebben weer een groot scherm. De microbit kan nu los van de computer. Dus dat eventjes trekken. Nu is hij weer los van de computer en dan zit hij gewoon alleen nog aan de batterijpack vast. En op het moment dat ik nu op knop A ga drukken, dan zie je, dan heeft hij dus dit programmaatje uitgevoerd. Nou, je kan alle programmaatjes erop maken met smileys of andere tekentjes. En op deze manier moet je ermee beginnen. Kijk naar de andere video's die daaronder staan en dan kan je de microbit gebruiken. Succes ermee!